Aanschouw de schepper van het heelal. Dat is het lied van vandaag. Aan wie denk jij als je dat zo zingt? Ja, je kent misschien de rest van het lied. Ik denk dat de meeste mensen bij het woordje schepper denken aan God, de Vader. Maar in dit lied gaat het om Jezus. En dat is misschien ook iets goeds om tegen elkaar te zeggen in deze lijdenstijd. Jezus lijdt aan het kruis. En wie is hij? Hij is de schepper. Ik heb voor me een paar versen uit Johannes 1. Daar staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Jezus is de schepper. Nou, dan gaan we weer naar het kruis op Golgotha. Wie hangt daar? De mens Jezus, maar ook de schepper. God die mij gemaakt heeft, denk je dat in? God die de wereld geschapen heeft. God die sprak en het was er. Jezus is dat. Hij is de schepper. De schepper laat zich kruisigen. Hij strekt zijn handen uit, de handen bij wijze van spreken, die de bomen en alles tot stand hebben gebracht. Hij sprak en het was er, werd er genageld aan een kruis. Aanschouw de schepper. Met die ogen, moet ik eerlijk bekennen, heb ik niet zo vaak naar het kruis gekeken. Maar het is goed gekozen. Aanschouw de schepper van het heelal. En je wordt nog kleiner. Hoe is het mogelijk dat de schepper van hemel en aarde zich laat kruisigen aan een houten kruis? Dat is lijden.